Stichting Popchi Patu onder voorzitterschap van Lydia Nok heeft enkele moeders op de kraamafdeling en verloskundigen van het Slands Hospitaal vandaag in de bloemen gezet. Deze activiteit vond plaats in het kader van de wereldwijde moederdagviering morgen 9 mei. Nok geeft aan dat los van het feit dat de stichting vandaag 21 jaar bestaat en zij ook een nieuw levensjaar mag aanschouwen, de drijfveer van deze actie is geweest de erkenning van de enorme bijdrage die moeders vervullen in de maatschappij. We hebben een klein onderzoekje gedaan en uit dat onderzoek is gebleken dat er bijvoorbeeld dat er heel veel jongeren zijn die al heel vroeg beginnen met het krijgen van kinderen. Sommigen zijn nog echt kind en dan moeten ze al een kindje ter wereld brengen. En wij als stichting die willen ervoor zorgen dat deze jongeren goed voorbereid zijn op die verantwoordelijkheid. Want eigenlijk moet je zo lang mogelijk genieten van je tienerjaren, van je kinderjaren. Hè? En we doen het al 21 jaar, dus als je 21 jaar bent, dan mag van je verwacht worden dat je zelfstandig verder kan. De moeders en verpleegkundigen mochten een geschenk in ontvangst nemen. Nok legt uit dat vanuit de stichting wordt getracht jongeren voor te bereiden op de verantwoordelijkheid die zij zullen moeten dragen wanneer zij een kindje ter wereld brengen. Nico Weerwind, verloskundige bij het Slands ziekenhuis, is zeer ingenomen met deze activiteit. Volgens Weerwind is het van belang dat moeders een steun in de rug krijgen. Verloskundigen dat ze hun werk naar behoren doen en dat doen ze ook, want zij zijn echt het eerste uur. En dan komen ze naar de kraamafdeling dat wij ons werk ook naar behoren mogen doen. En naar de moeders, jonge moeders, toekomende moeders, dat ze hun kind met heel veel liefde mogen verzorgen. En aan de samenleving zeg ik van dat ze ook helpen verzorgen en dat ze op dit soort moeders letten. De stichtingsvoorzitter geeft aan dat haar eerstvolgende activiteit een training zal zijn over budgetteren en ICT. Volgens haar zijn sommige ouders digibeet en kunnen daardoor moeilijk controle uitoefenen op hun kinderen. Op welke site moet ik gaan en welke site moet ik niet gaan? Hoe ga ik om met mijn mobieltje? Een mobieltje is niet iets dat je 24 uur, waar je 24 uur mee bezig moet zijn. We merken heel vaak dat mensen, gezinnen aan tafel zitten en iedereen is met zichzelf bezig. Iedereen is met een mobieltje bezig en er wordt weinig met elkaar gecommuniceerd. Met als gevolg dat je elkaar ook niet kan aanvoelen. Je kan de emoties die we hebben, kan je niet, je ziet het niet en je hebt dan ook geen begrip voor wat de mensen, wat we voelen voor elkaar. We zijn niet in staat als ouder om te kunnen zien van hé, mijn kind heeft een probleem, mijn kind is verdrietig, mijn kind is boos. We zien het niet omdat we gefocust zijn op die telefoon, op dat mobieltje. Ik wil aan de mensen adviseren om op zijn minst een half uurtje of een uurtje per dag echt intensief met de kinderen bezig te zijn, met ze te praten. En dan kan je ook zien wat er in ze omgaat. Eigenlijk moet je in deze tijd een vriend of vriendin zijn voor je kinderen, waardoor je kan weten van, hé, daar zit dat kind mee en op die manier moet ik erop inspelen. Dat gaan we de ouders bijbrengen in onze trainingen die heel gauw zullen komen.